Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 8 februari. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, merk ik, voor morgen. Maar het komt vast allemaal wel goed. Ik heb ook niet altijd best geslapen. Ook omdat ik best wel veel geluiden hoorde. En dan word ik wakker en moet ik een keer naar de wc. Dan wil ik eigenlijk mijn bed niet uit omdat het lekker warm is. Maar ja, het is eigenlijk toch wel gegaan. Toen ben ik toch nog wel weer even in slaap gevallen. Maar ik merk wel dat ik wat onrustig slaap al. Dus ik ben benieuwd hoe dat vannacht zal gaan. Gisteravond heb ik al een... heb ik even gegamed met Nathalie. Was gezellig. Konden we ook ondertussen gelijk even gezellig bijkletsen. Dat is ook wel leuk. Want zoveel spreken we elkaar ook niet. Ja, omdat zij natuurlijk een druk gezinsleven heeft en werkt en zo. Dus dat is allemaal dan soms wat lastiger. Maar het was wel even leuk. En dan zitten we gewoon ondertussen te gamen. En dan kletsen we ook gewoon gezellig bij. Dus dat is wel heel leuk. Ik had eerst al een deel van Married at First Sight gezien. Omdat zij nog even met mijn moeder aan het bellen was. En toen zijn we gaan gamen. Toen heb ik het laatste deel even via Videoland teruggekeken. Want dan heb je ook geen reclame. Ik kon het ook niet opnemen. Want ik had al twee opnames lopen. En dat is de max. Dus dat werd hem niet. Maar zo heb ik dat toch heb ik allebei kunnen doen. En Married at First Sight kunnen kijken. En dus gezellig gegamen met Nathalie. Nou, ik heb daarna de vlog afgemaakt. Dat is ook allemaal wel weer gelukt. Toen heb ik even nog foto's bewerkt. Er moeten nog wel een paar. Ik heb nog niet alles afgekregen. En daarna, ja, ik heb een beetje los van mijn oog. Ik weet niet of het van de mascara komt. Heb ik de Netflix-serie gekeken die echt een super gekke wending kreeg. Uiteindelijk is het toch best wel een spannende serie waar ik in het begin een beetje de ergernis had. Merk ik nu dat ik het toch wel op zich wel interessant begin te vinden. Maar ik heb nu vanavond de laatste twee afleveringen. Het zijn afleveringen van zo'n 23 minuten, dus je bent er ook best wel snel doorheen. En daarna heb ik Dr. Tinus gekeken en in mijn boek gelezen die bijna uit is. En ja, dan wordt het net spannend en dan ja, heb je toch zoiets van, nou laat ik nu toch maar gaan slapen. Dus dan leg je hem toch weg. Dan vind je het extra leuk om weer verder te kunnen gaan lezen de volgende dag. Dus dat. Ik ga zo de woonkamer doen. Ik heb zondag heb ik een keukenkastje schoongemaakt. Dat heb ik voor jullie ook even gevlogd, want ik heb kranten en alles eruit gehaald. Dus dat ga ik jullie ook even laten zien, want... ja, ik dacht dat is ook alweer even goed. Ik heb maar één kastje gedaan en dan het volgende kastje doe ik zeg maar weer later. Want ik vond één kastje, toen had ik al wel zoiets van oké, ik vind het wel even goed voor nu. Dus dat is even de planning en dan ga ik straks nog even bullet journalen. Maar eerst maar weer eventjes de woonkamer doen, zodat dat weer eventjes netjes is. Dus ja, tijd om muziek aan te zetten en even aan de gang te gaan. Ik heb in de kastjes dus kranten liggen en die kranten wil ik eruit halen. Want ze pakken nu steeds aan mijn mokken en zo. Dus die ga ik eventjes, ik ga alles eruit halen. Kunnen de kranten eruit, kan ik het even schoonmaken en dan kan alles er weer terug in. Dus dat ga ik maar eens eventjes doen. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. En dan ziet de kast er zo uit als hij klaar is. Vandaan is van de kranten en weer helemaal schoon is gemaakt. Dus ik ben er wel weer tevreden mee voor nu. Zo, het huis is weer lekker aan kant. Alles weer eventjes lekker gedaan. Dat was wel weer heel fijn.
Dus het is allemaal voor nu weer even schoon. Ja, het is natuurlijk even de vraag hoe lang het duurt, maar dat hoort erbij. De katten zijn nu hun laatste brokje aan het opeten. Tijgertje is al wel klaar. Het begint nu toch wel weer een beetje fris te krijgen. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het is. Ik zal eens even kijken. Altijd handig om te weten, hè? Hoeveel graden is het? Het is... Hey Siri! Mm-hmm. Hoeveel graden is het? Het is nu 6 graden. Dankjewel. De app deed het niet, dus nou, dan vragen we het Siri gewoon. Altijd even handig om te weten, dus ja, op zich het is het ook niet heel warm, maar het zonnetje maakt het nog redelijk aangenaam. Maar ik ben blij dat het allemaal weer lekker klaar is. Ik ga zo nog even lekker relaxen, want ik ben gisteravond, ik begon dus weer een hoofdpijn te krijgen. Dus ik heb toen een aspirintje genomen toen ik in bed lag, want ik heb aspirintjes in mijn nachtkastje liggen dat ik niet per se die meer uit hoef. Dus dat heb ik wel genomen. Ik denk ja, want anders weet ik het wel. Als ik nu met die hoofdpijn ga slapen, dan heb ik het morgen gewoon nog. Dus die was nu gelukkig weggetrokken. Dus even lekker relaxen en dan straks lekker eten, douchen. Ja, vanavond ga ik gewoon weer Marriage at First Sight kijken en ik ga misschien nog even een spelletje doen, maar dat weet ik niet, want het ligt er ook een beetje aan hoe mijn concentratie is, omdat ik best wel zenuwachtig ben. Dan ga ik lekker, de vlog moet even geüpload worden, moet even thumbnail voor gemaakt worden, moet even de laatste foto's dus bewerken. Dan ga ik mijn Netflix serie eventjes afkijken en een Dr. Tines. En dan ga ik ook slapen nadat ik mijn boek gelezen heb. Want ja, ik ben een beetje bang dat het een beetje een brakke nacht wordt. Maar goed, dat ga ik wel eventjes zien. Dus nou ja, ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ja, verder heb ik weinig te vertellen of te melden. Dus ik ga gewoon even lekker relaxen. De was die draait nog, die is nog niet klaar. Dus die kan dan straks nog even mooi de droger in. Dus verder eventjes een rustig avondje. Maar goed, ik zou bij deze in ieder geval dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 9 februari. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is mijn vader jarig. Dus die heb ik al eventjes gebeld. Even een poosje mee zitten kletsen. Dus ja. Dat is wel leuk. Van het weekend heb ik daar verjaardag van. Dus dat is wel gezellig. Ik heb mijn haar gedaan met de rolset die ik had gekregen met de kerst. Ik was heel erg benieuwd hoe het zou werken. Ik vind het echt heel fijn. Het fijne van deze set is dat je hier ook heel erg lekker mee kunt slapen. Omdat het heel zacht is. Omdat het eigenlijk een soort satijn is. En dit werkt eigenlijk beter dan met de... badjas, en dat werkt op zich ook wel, maar daar blijft je haar heel erg aan zitten. Deze rolt er heel makkelijk af. En wat ik zelf heel fijn vind, dus het slapen. Want omdat het heel zacht is, kun je er heel goed mee slapen. En met die badjas, je slaapt niet heel prettig. Maar dit ging eigenlijk heel erg goed, dus dat is heel fijn. Ik ben zenuwachtig. Ik moet straks naar het ziekenhuis, dit bultje wordt verwijderd, dus ik heb er geen make-up verder opgesmeerd. Maar ik vind het wel heel spannend. Mijn coach is hier om 1 uur, dus dan gaan we eerst even de boodschappen doen en dan daarna naar het ziekenhuis. Want we willen daarna nog eventjes naar een centrumpje toe en dan hebben we dat in ieder geval gewoon klaar. Dus het is wel lekker als dat klaar zou zijn. Maar goed, ik voel de spanning wel, ik voel me ook niet zo heel lekker. Dus ik ga zo gewoon even nog wat spullen klaarmaken. Ik neem even een flesje water mee en dat soort dingen. Dat alles klaar staat en dan ja, straks is het zover. Gisteravond heb ik weer Married at First Sight gekeken. Ja, ik vond het wel leuk. Ik vind het wel een leuk seizoen. Ik vind het lastig om te zeggen waarvan ik denk, zijn er koppels die echt bij elkaar blijven? Ik denk dat het daar nog te vroeg voor is. Eén koppel denk ik sowieso niet hoor. Maar ja, de andere vind ik lastig. Dus ja, het is gewoon eventjes afwachten. Ik heb het een beetje fris. Het is hier 16,5 graad binnen. Ik weet niet eens hoeveel graden het buiten is eigenlijk. Het zal wel gewoon op zich een prima temperatuur zijn, maar... Ja, oh, het is 4 graden. Dat is helemaal geen prima temperatuur. Dat is ook best wel fris. Nou, ik heb gisteravond eventjes de thumbnail gemaakt voor de vlog. En ik heb een blogpost geschreven. Ging eigenlijk allemaal wel goed. Toen ging ik mijn Netflix-serie afkijken. En waar ik in het begin een beetje sceptisch was, had ik dit niet willen missen. Want het einde, ik had dit zo niet zien aankomen. En dat vind ik altijd het leuke van series. Als het in één keer echt een hele, hele gekke twist aankomt. Dat je op een gegeven moment denkt, oh, die persoon heeft het gedaan. En dan blijkt het nog weer iemand anders te zijn.
zo bizar gewoon. Ik had dit echt niet zien aankomen, maar het was echt wel super spannend. En dan kan ik vanavond beginnen met joh. Ik heb ook weer even Dr. Tinus gekeken. Was ook wel weer grappig. En ik heb mijn boek uitgelezen. Ik ben ook al wel weer een klein stukje in een nieuw boek gestart. Maar toen dacht ik ook, nou, ik kan nu beter gaan slapen. Want ik vreesde al dat het niet zulke hele fijne slaapuren zouden worden. En daar had ik wel gelijk in, want ik was vrij vroeg wakker. En daarna is het ook niet meer gelukt om in slaap te vallen. Dus ja, dat is altijd een beetje met de spanning. Ik ga nu in ieder geval eventjes zometeen de boodschappentassen pakken. En even stofzuigen en zo. En zorgen dat ik klaar sta. En dan ga ik straks de deur uit. Dus ik ga jullie nog wel eventjes meenemen. Maar ja, goed. Eerst maar eventjes mijn dingen doen. En zorgen dat dit straks weg is. En dat ik me weer fijn voel. Want ik voel me nu niet heel fijn. Maar goed, dat komt vast goed. Ik ben weer thuis. Zoals jullie kunnen zien is het weggehaald. Het ging eigenlijk allemaal best wel goed. Ik zat eigenlijk op mijn coach te wachten en ik open mijn e-mail en ik zie dus dat de afspraak verplaatst is naar 10 voor 2:30. In plaats van 2:50, want er was om 2:50 ineens geen plek meer. Maar goed dat ik mijn mail opende, dus ik als een man, ik had mijn coach geprobeerd te bellen. Die kreeg ik niet te pakken. Uiteindelijk heb ik het te pakken. Toen kwam ze er. Ze zegt, ja, ik zeg, Nick, dat je had gebeld. Ik zeg, ja, we moeten er al eerder zijn. Dus we zijn gewoon eventjes naar de plus geweest. We hebben even medicijnen opgehaald. En daarna zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Toen hebben we nog even ergens gestopt. Omdat we nog even konden wachten. Het waren nog best wel vroeg. Toen zijn we daar gewoon gaan zitten, een kopje koffie gehad. En liep uiteindelijk toch nog 20 minuten uit. Maar goed, toen werd ik geholpen. Hele lieve verpleegkundige ook. En die stelde me ook heel erg op mijn gemak. Ik zei ook, ik vind het best wel spannend. Ik ben een beetje bang dat ik dan ziek word en zo. Dat ik dat al een keer heb gehad. Nou, ze komt helemaal goed. En echt super lief. De verdoving deed eigenlijk het meeste pijn. Ze zegt ook, het is best wel een gemeen prikje. Maar uiteindelijk, ze heeft het verdoofd. En ze zei, voel je dit nog? Ik zeg, ja, een beetje. Toen heeft ze nog iets bijgegeven. En dat voelde ik al niet meer. En toen ging ze het weghalen. Toen was het ook al, ging ze ook al hechten. Ik zeg, is het al klaar? Hij zegt, ja, ja, zegt ze. Ik zeg, wauw, dat had ik helemaal niet gevoeld. Daar was ik echt heel blij mee. Het is allemaal goed gegaan. Dit moet er even op blijven zitten. Het mag alleen niet nat worden. Dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen met douchen. We zijn even gezellig het centrum mee geweest. Ik heb even lekker ijsje gegeten bij McDonald's. En nu ben ik thuis. Ik ga even de boodschappen laten zien. En dan ga ik ook eventjes als een malle met dingen doen. Want het is al best wel laat. Ik heb patat. Een kaartje voor mijn vader. Want ik had even geen tijd om er al eentje te maken. En een kaartje vergeten ik ook, moet ik zeggen. Slimpy. Een schnitzel van de Albert Heijn. Een Glorix tablet. Ik heb deze bij de Albert Heijn gekocht. Die was in de aanbieding. Chocomel. Afwasmiddel. Een grote zak kaffeepoeder nog. Ik dacht, ja, nu hebben ze het nog. Want het is natuurlijk veel voordeliger.
Dan heb ik deze. Lieve hamster. Het is eigenlijk een Valentijnshamster. Ik heb hem wel geen Valentijn, maar ik vond hem wel heel leuk voor de collectie. Die. De hamburgers heb ik. Ik heb een nieuw zakje met snijbonen gekregen, omdat die andere dus zuur was. Boontjes. Opschuimmelk. Kattenvoer. Danoontjes. Slaapwinken. Frietsaus. En de deodorant heb ik meegenomen. Die had ik dus nog voor de bom. En dan heb ik nog een Slimpy watermeloen. Twee keer spekjes, die waren in de aanbieding. Een pakje gehakt. En een zakje aardappelschijfjes. Die dus. Dat waren alle boodschappen. Ik ga even opruimen. Dan ga ik even lekker douchen. En dan ga ik zorgen dat ik wat te eten krijg. En dan ga ik vanavond lekker Meester Frank Visser kijken. En dan vanavond lekker ook beginnen met Jules. Even foto's bewerken. En Dr. Tienes. En dat is het dan ook wel. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ben nu best een beetje moe. Ik ga even zorgen dat ik lekker onder de douche kom. En zorgen dat dit allemaal een beetje droog blijft. Dat ga ik nu even proberen. Dus ik heb ook nog wat dingen in het centrum gekocht. Maar dat laat ik nog zien in een shoplog. Goed, ik ga bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 10 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb sinds dagen weer lekker geslapen, jongens. Ik heb de afgelopen dagen heel vervelend geslapen. Toch omdat ik best wel veel spanning had. Ja, omdat het uiteindelijk toch best wel meeviel, had ik gisteravond ook zoiets. Oh, lekker. Ik lig gewoon lekker in bed en het voelt gewoon fijn. En ik heb gewoon ook echt wel goed geslapen nu weer. Ik voel de pijn nu wat meer natuurlijk, want de verdoving was op een gegeven moment uitgewerkt. Die verdoving verdoofde ook een deel van mijn lip. Ik voelde dit gedeelte niet meer. Dat was heel gek. En ik ken dat ook niet, want ik heb het bij een tandarts of zo ook nooit ervaren. Dus het voelde even heel gek aan. Ik heb toch ondanks dat dit op mijn gezicht zit net wel even een video opgenomen. Omdat het gewoon qua planning even het beste uitkwam. Ik dacht, nou ja goed, ik leg het wel eventjes uit waarom dat op mijn gezicht zit. Maar ja, verder gaat het eigenlijk wel goed. Ik voel het wel, de pijn, maar het is gewoon goed draaglijk. Dus eigenlijk niks aan de hand. Gisteravond heb ik eventjes eten besteld, want ik had wel zoiets. Ik had heel erg het gevoel dat ik niet lekker zou worden na de ingreep, maar dat was eigenlijk totaal niet aan de hand. Normaal gesproken moet ik na zoiets meestal eventjes overgeven en dat heb ik nu gelukkig niet gehad. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik weet ook niet hoe ik me daarna voel. Ik ga gewoon lekker wat eten bestellen. Ik had een kortingscode, dus ik had nu eigenlijk voor heel goedkoop eten. Ik geloof voor 7 euro had ik nu eten. Toen heb ik lekker even Ajax aangezet. Die moesten voor de beker spelen tegen Twente. Die hebben gewonnen. Dus ik was weer helemaal trots. Het is gewoon leuk om te zien hoe je nu de vooruitgang ziet van Ajax. Dat het nu toch heel anders is. Dat ze nu toch eigenlijk met een andere trainer het eigenlijk veel beter doen. Dat was leuk. Ik heb meestal van Visser zitten kijken. Ja, vond het best wel heftig. Het was nu met die andere man, Bart Beuvink heet die geloof ik. Die vervangt soms meneer Visser als hij niet kan. Oh, ik heb een beetje traanoog. Ik zit terecht met mijn face zo in de zon. Maar dat was eigenlijk een beetje, ja, het was een beetje lastig. Het ging om een seniorenflat. Er woonde een vrouw van 90 jaar en die had last van de rook van de buurvrouw. De buurvrouw die rookte. En ze zei ook, ja, ze zitten er soms met 3 mensen te roken. En zij kon daardoor eigenlijk haar slaapkamer raam niet openzetten. Want die, haar slaapkamer grensde aan het balkon. Nou ja, ik vond de buurvrouw soms ook wel een beetje grof hoor. Die dan rookte. En ja, dat is niet waar. En dit en dat. Nou, uiteindelijk hadden ze besloten dat zij dan. Ze mochten bepaalde tijden mochten ze dan nog roken. En ja, ik snapte allebei de partijen wel. Ja, als je van je sigaretje houdt. Ja, en je wilt niet binnen roken. Ga je lekker op je balkon zitten of in je tuin. Ja, die mevrouw die was daar dus heel gevoelig voor, want ze heeft 2 mannen gehad en die rookte allebei. En toen bij de tweede, toen kwam ze er ook achter dat ze heel erg meerookte. Dus ja, ik beide partijen snapte ik wel. Het was gewoon een hele lastige zaak. Nou, ik heb nog even VI erop gehad. Toen ben ik de foto's gaan bewerken. Ik moet nog even 1 nieuwe maken, want die vond ik niet mooi, maar de rest is allemaal af. Toen ben ik met You begonnen. Ik vind het wel heel vreemd, want bij You is het nu de eerste 5 afleveringen zijn gisteren online gekomen. En dan de laatste afleveringen komen op 9 maart. Dus je hebt in feite 5 dagen om te kijken in mijn geval. Als er mensen zijn die het in 1 keer bingwatchen, dan
ja, ben je na 5 afleveringen dus klaar en moet je wachten. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Ik weet niet waarom ze hiervoor gekozen hebben, maar het zal wel. En daarna nog even Dr. Tinus. En toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen en ben ik heerlijk gaan slapen. Ik ga zo even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan wil ik boven nog eventjes verder om het karretje even schoon te maken en op te ruimen. Dus daar ga ik jullie bij meenemen. Dat is eigenlijk voor nu de planning. En dan ga ik daarna eventjes in mijn blog en YouTube boek aan de gang. Want ik heb daar morgen niet echt tijd voor. Maar dat leg ik morgen wel uit. Morgen is de planning even wat anders. Maar goed, ik wil jullie daar gewoon weer eventjes in gaan meenemen. Dus ik ga zo even ook de spullen naar boven brengen. Want de boodschappen staan hier nog. En dan ga ik lekker eventjes wat doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Bij Lidl had ik trouwens nog een leuk theedoekje gekocht. Dit is van Liefde Is. Dat zijn die twee poppetjes. Dat is dan dit plaatje. En ook een heel leuk handdoekje. Die horen dan bij elkaar. Ja, het is eigenlijk allemaal een beetje Valentijnachtig. Maar mijn handdoeken en theedoeken die worden slecht. Dus ik moet er heel veel wegdoen. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Maar ik moet ze even wassen. Maar ik moet ze even zonder wasverzachter wassen. Want anders dan neemt het geen vocht op. Maar ik vond ze wel gewoon super leuk. Dus die zaten nog in een van de tasjes, want die paste niet meer in de boodschappentas. Dus die had ik nog even bij Lidl gescoord. Je had ook nog een grijze variant trouwens. Nou, ik wil dus nu even deze hele bak gaan opruimen. Of eigenlijk ook schoonmaken. Dus ik ga alles er even afhalen. Dus ik kan hem even verplaatsen. Dan kan ik dit ook eventjes mooi doen, schoonmaken en opruimen. Dus dat wil ik nu eventjes gaan proberen. Dus ja, ik ga jullie eventjes daarin meenemen. Het is alweer heel anders. Het is allemaal even schoongemaakt. Ik heb het iets anders ingedeeld. Ik heb nu ook deze bak bijvoorbeeld in gebruik genomen. Erachter staat dan de blauwe. Ja, ik vind het voor nu eigenlijk wel heel goed. Kan zijn dat ik het later nog een keer omgooi. Maar ik vind het voor nu al wel weer een stukje beter dan dat het was. Dus ja, lekker even weer wat overzichtelijker. Dus ja, voor nu eigenlijk eventjes een dikke prima. Ik heb deze even allemaal hier neergelegd. Want hier ga ik nog van die blaadjes van maken. Dus dat wil ik van de week ook eens eventjes gaan doen. Maar voor nu eventjes... Zo, het kaartje van mijn camera is vol, dus ik moet even met mijn telefoon nu filmen. Ik was er al een beetje bang voor. Ik dacht, zal ik het net redden of niet? En toch dus net niet. Katten hebben net lekker gegeten. Ik ben blij met wat er is gelukt. Ik heb dus boven even kastje heb ik even schoongemaakt. Ik heb het iets anders ingedeeld. Of ik er helemaal tevreden over ben, dat weet ik niet. Maar dat kun je gewoon nog steeds weer veranderen. Soms is het ook een beetje lastig om even het juiste erin te vinden. Maar voor nu vond ik het eigenlijk prima. Ik heb eventjes toch het boek voor mijn blog en YouTube kanaal even bijgewerkt. Want dat kom ik morgen niet aan toe. Dus ik dacht, dan heb ik dat gewoon klaar. Was ook wel eventjes relaxed. Boodschappen zijn naar boven gebracht. Ik heb gewoon even lekker gestofzuigd en de bakken geschept. Dus eigenlijk, ja, het was prima. Ik ben ook wel blij dat de video er alsnog ook al op staat. Het was ook al wel fijn voor mijn planning dat dat al gelukt was. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Douchen is momenteel een beetje een cream, want dit mag dus absoluut niet nat worden.
Dus het is een beetje lastig. Dus ik sta eigenlijk een beetje zo op de douche. Ik probeer mijn gezicht maar niet nat te maken. Omdat dat dus eigenlijk gewoon niet de bedoeling is. Omdat het droog moet blijven. Dus dat is wel een beetje lastig. Maar goed, het is gisteren gelukt. Dus het zal vandaag ook wel weer lukken. Je moet er gewoon eventjes, ja, even in vinden hoe je dat dan het beste kan doen. Ik ga de nagellak eraf halen. Die ziet er heel lelijk uit. Maar die had ik nog even laten zitten voor de video van vandaag. Ik zou vanavond even met Nathalie gaan gamen. Ik weet nog niet hoe laat. Misschien dat ik nog iets ga terugkijken. Of misschien dat we al op tijd gaan gamen. Ik heb verder nog niks afgesproken. Maar dat horen we straks wel wat we gepland hebben. Ik moet vanavond de video nog in elkaar zetten. En mijn blogpost schrijven. Ik moet dus even nog één nieuwe video maken. Of één nieuwe foto maken. Laat ik dat zo eerst even doen. Het is nu nog een beetje licht. Dat is dan beter. Nou, ik ga ook verder dus met You. En ik ga even kijken of ik nog iets nieuws op net of op Videoland ga vinden. Want meestal in het weekend kijk ik geen Dr. Tinus. Dus ik ga gewoon even kijken of ik iets kan vinden en of dat lukt. Dan ga ik vanavond gewoon weer verder lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt dan ook de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik merk dat ik een beetje moe ben. Ja, misschien toch een beetje nasleep van gisteren. Ik merkte ook meteen bijvoorbeeld, omdat ik heel veel spanning had gehad toen ik thuis kwam, dat ik dan direct ook naar het toilet toe moet. En dan is de spanning ook zeg maar uit mijn lichaam. Dus dat is wel fijn. Maar goed, ik merk ook dat het gewoon wat meer pijn doet. Dus ik ga gewoon even lekker relaxen. Goed, dat ga ik lekker doen. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 11 februari. Ik ben klaargemaakt. Wat nog best een beetje lastig is hoor, met zo'n ding op je kin. Maar het is wel weer redelijk gelukt. Ik heb gisteravond gegamed met Nathalie, was heel gezellig, even gezellig bijgekletst en nou, gewoon lekker gespeeld. We gingen niet altijd even goed, maar het was wel gewoon even heel leuk. Ik heb een heel klein stukje van Down the Road gezien, maar daar moet ik nog eventjes verder mee, want we gingen al vrij op tijd gamen en dat is prima. Na het gamen heb ik mijn video in elkaar gezet en heb ik mijn blogpost geschreven. Daar ben ik nog best wel lang mee bezig geweest. Dat ging niet helemaal van een leien dakje, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Toen ben ik You gaan kijken. Ja, wat gewoon wel weer heel spannend is. Nou, toen keek ik op Videoland en ik wilde eigenlijk daar ook nog even een serie op zoeken. En toen kwam ik iets tegen. Het leek me aan de ene kant wel interessant. En ik keek eventjes naar de beschrijving en het leek erop dat het ook echt wel een serie was. Bleek uiteindelijk toch anders te wezen. Dit ging over Arjan Kamphuis. Die man die is in 2018 of 2019 verdwenen. Die zou naar Noorwegen gaan, geloof ik. In ieder geval, hij zou naar het buitenland gaan. En ja, hij is in zijn hotel nooit aangekomen. En ze weten eigenlijk nog steeds niet wat er gebeurd is. Alleen, er is nu een rapport naar buiten gekomen dat de kans groot is dat hij dus verdronken is. En dat zijn lichaam nooit teruggevonden wordt. Maar ik dacht dat het een serie was. Maar je zag heel veel beelden van de vrienden die daarover vertelden dat ze ook wel dingen vreemd vonden. Nou, dat is op zich nog wel interessant. Ik zag ook Charlie Chen Dagelet. Zij wilde dan die verdwijning gaan onderzoeken. Ik zag Monique Hendricks. Die was dan haar baas. Die wilde eigenlijk niet dat ze naar het buitenland ging. Nou, dat ging ze uiteindelijk wel. Maar het was niet mijn ding. Het was omdat er heel veel echte beelden in zaten, vond ik het heel vreemd. Er kwamen ook wat mensen uit het buitenland aan bod die dan hun bevindingen bespraken. Maar dat werd dan ook niet ondertiteld. Dus ik begreep daar echt helemaal niks van. Want ik kan gewoon echt geen Engels zonder ondertiteling. Dus het is niet iets wat ik verder wil gaan kijken. Ik heb één afleveringetje gekeken en ik ben tot de conclusie gekomen dat het voor mij niet handig is. Omdat ik er iets anders van had verwacht en toch geen Engels kan zonder ondertiteling. Dus dat was een beetje een tegenvaller. Dus ik ga vanavond wel even iets anders op zoeken. Maar ja, voor mij was het in ieder geval niks. Ik ga zometeen eventjes wat dingen doen. Ik moet namelijk ook de klusjes doen die ik normaal op zondag doe. Ik moet foto's maken. Ik wil mijn kwasten even wassen. Ik kan niet alles wassen, want ik heb morgen nog kwasten nodig. Ik moet even het gehakt draaien, want dan kan dat ook in de vriezer. Ik moet even de kaart nog schrijven. Mijn vader die had geld gevraagd, want die wist eigenlijk geen cadeautje te vragen. Dus dat heb ik dan ook niet gehaald. Dus die dingetjes die moet ik eventjes allemaal gaan doen. Dus ik ga jullie in ieder geval gewoon meenemen. Ik ga zo even stofzuigen, muziek aanzetten. En dan ga ik jullie gewoon meenemen met dingetjes die ik ga doen. Maar ik ga eerst even mijn batterij verwisselen, want die knippert, want die is leeg. Thank you.
fotospullen gepakt. Ik heb hier nog een Extreme Shine Volume Lip Gloss van Essence. En daar heb ik er nog eentje van. Dus in twee kleurtjes. Dat was super leuk. Ben ik heel benieuwd naar. Ik heb hier een nagellakje Stronger Nails in een soort blauw kleurtje. Vond ik wel leuk. En ik heb hier een Intense Color Eyeliner van MUA. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. En is dat ook weer gedaan. Zo, en weer klaar. Best wel veel gedaan. De kwasten zijn schoon. Het gehakt is gedraaid en in de vriezer. Het was al gekruid, dus ik hoefde er geen kruiden aan toe te voegen. Ik moet nog wel even de groenten doen. Dat doe ik dan straks gewoon eventjes als ik tv aan het kijken ben. Ik heb een was naar boven gebracht. Ik heb de foto's gemaakt. Vuilnis zakte weer in, een schone. Nou, afval weggegooid, het een en het ander opgeruimd. Ik ben best wel productief geweest, kan ik zeggen. Ik ben er wel blij mee. Ik heb al kleding gepakt voor morgen. Dus dat ligt ook al klaar. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel tevreden over. Dat je toch eigenlijk in korte tijd heb ik best wel veel kunnen doen. Kaart ligt klaar, die zal ik straks gelijk in de tas doen. Dan kan ik hem niet vergeten. Ik moet nog even wat meenemen voor mijn moeder. Dus dat doe ik er straks gewoon allemaal in. Ik ga vanavond wel even een kleurtje op mijn nagels doen. Dat vind ik dan altijd wel leuk staan. Maar dat is dan gewoon meestal eventjes een kleurtje voor één dag. Want dan ga ik morgenavond toch wel weer wat anders doen. Maar gewoon even puur omdat je dan weggaat, vind ik het fijn als er wat op zit. Zometeen ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Dan ga ik even de groenten afhalen en eten. Vanavond heb je gewoon weer weet ik veel. Ik dacht eerst dat het een herhaling leek. Maar zo te zien is dat niet zo. Dus dat ga ik kijken. Misschien dat ik nog even het laatste deeltje van Down the Road terugkijk. Dan heb ik dat ook afgekeken. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik ga You kijken en ik ga dus even kijken of Videoland of ik iets kan vinden wat ik leuk vind. Want zoals ik zei, dat wat ik gisteren heb gekeken ga ik niet meer verder kijken. Maar er staat vast nog wel iets op. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch even niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Want ja, ik merk ook gewoon eigenlijk, ik ben gewoon een klein beetje moe ben ik wel. Ik merk wel sinds donderdagnacht dat ik eigenlijk echt weer goed slaap, nu alles achter de rug is. Dus dat is wel heel fijn, maar wel een beetje raar dromen weer, maar dat zou ik toch wel blijven houden. Maar goed, in ieder geval eventjes, omdat mijn rug nou ook alweer zeer doet, even lekker in de relaxstand. En dan ga ik straks vanavond gewoon lekker mijn eigen dingetjes doen. Dus nou goed, ik zie jullie morgen dus. Een hele goede morgen op deze zondag. Het is vandaag 12 februari. Ik ga mezelf even klaarmaken, want ik word dus straks opgehaald om naar de verjaardag van mijn vader te gaan. Wel zin in. Wel gezellig. Dan zie je iedereen weer eventjes. Dus ja, vind ik wel leuk. Gisteravond heb ik meegespeeld met weet ik veel. Ik ging eerst echt heel goed. Ik had bij de eerste ronde echt één fout. De tweede ronde ging minder. Nou, de derde en de vierde ook. En toen uiteindelijk had ik een 5.8. Dus daar baalde ik wel een beetje van. Ik had echt gehoopt dat ik een voldoende zou hebben. Maar het is niet gelukt. Helaas. Ik heb even Down the Road gekeken. Was de laatste uitzending. Ja, was wel heel leuk hoor. Ze gingen dan bij de Eiffeltoren, eindigden ze. Ik vond het wel heel leuk. Maar ja, dat is altijd een beetje... Ik ben heel erg geneigd om dus op dat bultje ook concealer te gooien. Maar die is natuurlijk weg. En er zit nu natuurlijk verband nog om. Mag er bijna af. Dus dan, kan ik weer een beetje normaal... Het wassen en zo, dan kan ik weer een beetje normaal douchen, want dat is wel echt een crime nu. Ik heb gisteren, verder heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Dat is gelukt. Ik ben daarna eventjes You gaan kijken, super spannend weer. En daarna ben ik op Videoland met Vrouwenvleugel begonnen. Ja, is echt super oud natuurlijk. Super, Mijn moeder die keek het vroeger altijd, maar ik was natuurlijk veel te jong. Volgens mij moest ik nog geboren worden toen dat begon. Maar het leek me wel grappig. Ik was vroeger ook altijd fan van Cel Blok H. Dat is op een gegeven moment gestopt. Dat is best wel jammer dat ze daar toen niet mee verder zijn gegaan. Maar
Dus heel even, ik ga kijken of ik hoor mijn telefoon gaan. Natalie die appt. Lente wou slapen in de auto, had ze gezegd. Dus, nou ja, helemaal goed. Maar dat was best wel grappig. En daarna ben ik... Oh, ik sloop net het bakje van mijn... geeft niet. Daarna ben ik gewoon lekker naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen. En ja, dat was allemaal wel prima. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Ik ga jullie proberen nog mee te nemen vandaag. Voor zover dat lukt. Dus ja, ik zie jullie dan sowieso later. Nu eerst maar even zorgen dat ik helemaal klaar ben. Oké, even de outfit van de dag. Make-up zit er helemaal op nu. Ik heb dit jurkje aan van de Primark. Daar heb ik dus lekker mijn teddy vestje overheen. Een legging en dan deze schoenen. Mijn cowboy boots. Dus ja, ik ben er verder wel klaar voor. Make-up zit verder ook wel helemaal goed. Dus ja, ik vind het prima zo. Ja, je weet het niet, hè? Nee. Dan, zo is het. Alsjeblieft. Zo is het. Ik. Oh, wat leuk. Wow. Het was helemaal zoals die had moeten worden, maar ik vond het helemaal prima. Ja, ja. Dus stop erbij. Dat het een project van 3 uur was, maar ik heb het 3 weken over. Oh. Zo, hallo. Dat zien we net zien, hè? Hier is nog een oogkrapje. Oh, ja. Oh, tappertje. Ik moet even aanplakken, weer met hout. Inmiddels ben ik alweer eventjes thuis. En ga ik zo even lekker douchen. Mijn pleister is er vanmiddag afgegaan. Zo ziet het er dan uit, het wondje. Het hechtinkje steekt uit. Dus het jeukt nu heel erg. Het plakt ook heel erg van wat erop heeft gezeten. Ik ga het zometeen even onder de douche goed uitspoelen. Een beetje vaseline erop. Dan ga ik het wel eventjes dichtplakken. Normaal gesproken is het natuurlijk beter als het aan de lucht droog. Maar het jeukt alle mallen. Ik heb de neiging om er de hele tijd aan te zitten met dat hechtinkje. En ik weet gewoon, als ik ga slapen in mijn slaap ga ik er aan zitten. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het was echt super gezellig vanmiddag. Ik heb nog even met Lente getekend. En mocht er even knuffelen. Dus het was super leuk. Maar ze was niet helemaal lekker. Ik schrok me helemaal gek. Want ik ben dus opgehaald door Nathalie, Frank en Lente. En ik dacht, ik moet gewoon achterin zitten. Maar Frank zat achterin. Dus hij gooit in één keer die deur open en zegt, waf. En ik schrok helemaal gek. Op de terugweg hebben wij Frank teruggebracht. Want Nathalie ging naar mijn moeder toe. En Frank werd helemaal gek van mij. Want we zaten even Ajax te kijken op zijn telefoon. En ik zat maar steeds. En naar die kant. En naar die kant. Oh mijn god, zegt Frank. Dus ik ga nog wel even sport terugkijken. Want ik wil wel eventjes een stukje daar nog van zien. Eventjes de wedstrijd even in zijn geheel. Ajax heeft wel gewonnen, dat weet ik. Ik ga de nagellak er afhalen. Mijn nagels die zijn een paar scherp. Die moeten even geveld worden. Ga ik er even een ander lakje doen. Deze was eventjes gewoon voor vandaag. Misschien nog even mijn huis op orde kijken. En dan ga ik straks, en Alberto ga ik eventjes kijken. En dan ga ik eventjes mijn foto's bewerken. Vanavond weer You kijken en Dr. Tienus. Dus dat wordt het dan ook gewoon. Maar ja, ik heb niet zo heel veel gevlogd vanmiddag. Was ook niet zo heel erg handig. Want ja, dat is soms ook een beetje lastig dan. Omdat Lente dan ook bij is. Die kan natuurlijk niet op beeld. Maar het was echt super gezellig. Dus dat is het belangrijkste.
Ik ga nu eventjes lekker douchen, eventjes dit allemaal schoonmaken. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want verder ga ik niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 13 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik zit hier recht met mijn gezicht in de zon. Dat is wel eventjes wat minder. Ik moet straks even de huisarts bellen. Dat kan pas vanaf 3 uur om de afspraak te verzetten van donderdag. Kijken of dat later kan. En anders moet hij een week later, want die hechtingen mogen er eigenlijk uit. Maar mijn coach redt dat dus niet. Dus daar moet ik eventjes naar kijken. Ik heb straks eventjes op YouTube de halftime show teruggekeken. Vannacht zijn de Super Bowls weer geweest in Amerika. En dat wordt altijd geopend met een halftime show met een bekende artiest. En dit jaar hadden ze Rihanna gestrikt. Op muziekgebied hebben we eigenlijk al 5 jaar niks meer gehoord van Rihanna. Ze is intussen wel doorgegaan met haar eigen kleding en make-up lijn. Maar op het gebied van muziek hebben we al een tijd niks meer van haar gehoord. Ik moet ook zeggen, de beginjaren van Rihanna vond ik fantastisch. De muziek die zij maakte vond ik echt heel leuk. Daarnaast zei een weg ingeslagen die mijzelf niet meer aansprak. Dus ik was het ook kwijt, weet je wel. Dan hoorde ik een nummering. Oh, wie is dit? Oh, Rihanna. Oh, had ik totaal niet achter haar gezocht bijvoorbeeld. Maar goed, ja, dat is gewoon altijd een hele persoonlijke keuze. Ik heb dat heel vaak gewoon met artiesten. Dan denk ik eerst van, ik vind een artiest geweldig. En dan gaan ze toch op een gegeven moment de muziekkant op. En dan denk ik van, nee, het is niet aan mij besteed. Dus ik ben er wel klaar mee. Ik vond de kledingstijl die ze aan had niet fantastisch. Ze had een soort van rode jumpsuit aan die dan aan de voorkant openviel. En ik voel me al gelijk dat ik dacht van, volgens mij ben jij zwanger. Dat is nu inmiddels ook bekendgemaakt. Ze is dus zwanger van haar tweede kindje. Ze zong wel live. Het was verder wel heel goed in elkaar gezet hoor. Het was echt niet slecht. Maar ik denk dat de lat best wel hoog is gelegd toen de keer met bijvoorbeeld Bruno Mars en Beyoncé, die combinatie. Die lat die lag best wel hoog. Dus je hoopt elke keer weer dat dat verbroken wordt. En ik merk toch dat dat gewoon eigenlijk tot nu toe niet gelukt is. Nou ja, ze zong dus wel live, maar ik miste dan toch wel een aantal nummers. Zoals ik had het leuk gevonden als Don't Stop the Music er bijvoorbeeld tussen had gezeten. Die zat er dan niet in. Maar dat was verder wel heel mooi vormgegeven hoor. Maar ja, of ik het... Nee, het was niet beter dan de shows die ik heb gezien. Ik bedoel, het was ook niet slechter. Ik bedoel, als je de show van Maroon 5 hebt gezien, dan dacht je ook van, nou, dit is het ook niet helemaal. Ik heb bijvoorbeeld ook een keertje de show gezien van Michael Jackson. Toen dacht ik, oké, je danst leuk, maar je zingt dus gewoon echt niet live. Dat leek me dan ook wel een tegenvaller. Maar ja, dansen en zingen is natuurlijk ook wel een combinatie. Maar goed, ja, ik ben benieuwd of ze toch nog weer eens terug gaat komen in die muziek. Maar ja, het was leuk om naar te kijken, maar ik vond hem niet heel spectaculair. Gisteravond heb ik even sport teruggekeken. Dat was wel eventjes leuk, alleen even de wedstrijd van Ajax hoor. Daarna heb ik mijn huis op orde teruggekeken. Was wel een hele mooie uitzending. Vond ik ook wel weer heel mooi geworden. Toen heb ik Stegen onder de Bres gekeken. Was ook wel heftig. Foto's zijn bewerkt. Toen heb ik You gekeken en daarna Dr. Tinus. Ik heb volgens mij vanavond al de laatste aflevering van You. En dan moet ik weer wachten tot 9 maart. En ik heb mijn nagels gedaan. Die zijn dus blauw. Het is dus dit lakje. Die heb je zaterdag kunnen zien. Dit is die kleur... 11 Mighty Blue. En ik vind hem echt wel heel erg leuk. Ik vind hem een leuke combinatie zo. Ik ga nu aan de gang. Ik heb voor jullie al wat dingetjes. Ik heb de kastjes opgeruimd van mijn make-up stash. Ik heb alles weer eventjes geordend. Dus dat heb ik gedaan. En dat ga ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik hier eens even de kattenbakken doen. En dan straks eerst even de dokter bellen. Want ja, even kijken wat ze kunnen betekenen in verband met de afspraak. Maar dat horen jullie later dus. Thank you.
moeder had gisteren nog wat dingen voor me meegenomen. Allereerst is voor maar reepjes van de Aldi. Mijn moeder woont daar vrij dichtbij en ik had geen tijd om ze te halen. Ze waren in de aanbieding, dus die heeft ze mooi meegenomen. Dan heb ik een afwasborstel gekregen en dit is van siliconen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Mijn moeder zegt wel dat het heel fijn is. Ik had van die drooghaardoekjes gehad, de Intense van Robijn. Die zijn altijd wel heel lekker, die Robijndoekjes. En ik had gevraagd of zij deze pyjama voor mij wilde halen. Ik heb ook een slaapmasker bij, maar ik heb niet zo heel veel pyjama's. Ik moet er heel veel weggooien, dus hier ben ik wel heel blij mee. Dus die had ik vorige week gevraagd of ze die wilde halen. Dus dat had mijn moeder even meegebracht. Zo, ik ben weer lekker klaar. De katten hebben net gegeten. Ik heb de gang weer schoon. De douche is weer lekker schoon. De kattenbakken zijn schoon. Ik heb zelf ook een schone wc. Is ook wel lekker. Dus dat was wel even weer heel erg lekker. Ik heb de huisarts gebeld. Dat is een beetje een lastig verhaal. Ik kan niet na 4 uur nog terecht bij de huisarts donderdag. Eventueel zouden de hechtingen er woensdag uit kunnen. Maar ze mogen er eigenlijk ook niet heel veel later uit. Dus het is een beetje een lastige situatie. Ik heb mijn coach geappt. Ik heb nog niks gehoord. Dus ik zal misschien vandaag of morgen nog wat horen. En dan moeten we even kijken wat we gaan doen. Want ja, het is een beetje een lastig iets. Want eigenlijk mogen ze er ook niet heel veel langer in zitten. Ook niet heel veel eerder eruit, begrijp ik ook. Dus ja, dan is het wel lastig hoor. Als je afhankelijk bent van iemand. Dat je zelf niet je dingen kan doen. Maar ja, goed. Het is wat het is, zeg ik dan altijd maar. Maar dat is in dit geval eventjes een beetje lastig. Maar ik ga het wel eventjes horen. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint Help Mijn Man Is Klusser. Dat ga ik kijken. Dat vind ik altijd wel leuk. Ga ik even kijken wanneer ik Nieuw Amsterdam ga kijken. Want daar geniet ik natuurlijk ook altijd heel erg van. Maar ja, ik vind dit ook wel altijd wel weer eventjes leuk. Ik wil nog even een video in elkaar zetten voor morgen. Ik ga mijn blogpost schrijven. Dan ga ik weer verder met You. En vanavond weer Dr. Tieners. En ik denk ook dat mijn boek bijna uit is. Maar goed. Oh, kijk. Er gaat er gelijk weer een op de kattenbak. Hè. Ze hebben schone bakken en ze moeten er meteen weer op. Gelijk weer troep maken natuurlijk. Maar dat geeft niet. Ik heb de was ook al klaar. Ik had een wasje aangezet. Die heb ik gewoon al eventjes opgehangen nu. Want het was eigenlijk niet superveel. En ik denk, nou weet je. Dan ga ik niet helemaal de droge vooraan zetten. Dan hang ik het wel even op het rek neer. We moeten toch een beetje op de besparingen letten natuurlijk. Maar goed, voor nu heb ik het even hier gehangen en dan zie ik wel hoe lang het duurt voordat het droog is. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 14 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik wil gelijk even terugkomen op het verhaal van de huisarts van gisteren. Die had ik natuurlijk gebeld. Dat was eigenlijk allemaal niet mogelijk. Ik had mijn coach erover geappt. Die appte mij gisteravond terug. Van wat ze toch allemaal een beetje vreemd vond. Want ze zegt ja, 2 dagen daarna, dat is dan zaterdag. Ze zegt vrijdag kon zij absoluut niet. Ik zeg nee, snap. Ze zegt ze zal ik anders even de huisarts bellen. Ze zegt ja, is prima. Dus ik had haar het nummer gegeven. Dat had ze omgevraagd. En het vreemde is dat als je dus van een organisatie bent, het ineens wel kan. Ik had eigenlijk verwacht dat ze hetzelfde verhaal zou te horen krijgen als wat ik kreeg. Maar nee, nu kan het ineens wel donderdag om 5:30. Vijf, dus dan gaan de hechtingen donderdag toch uit. Dat is ook wel heel fijn, want het kriebelt. Ik heb er best wel jeuk aan. Het doet ook nog wel pijn, maar ik vind het ook wel fijn omdat wij zaterdag naar de huisartsbeurs gaan. Dat dan in ieder geval de hechtingen eruit zijn en dat ik niet meer met die pleister op hoef te lopen. Want dat touwtje steekt er zo erg uit. Nou, gisteren heeft Natrie nog even gebeld. We waren even aan het brainstormen voor de kaarten voor de trein. Wij hadden al kaarten voor de beurs zelf in november gekocht met de 1+1 actie. Maar we moesten dus nog treinkaarten hebben. En toen had ik gelezen dat als je maximaal 4 dagen van tevoren kaarten bestelt, je 15% korting kreeg. En dat zou in ons geval 4 euro korting zijn op de kaarten voor de trein. Dus daar belde zij even over. Toen zegt ze, nou ik ga eerst even uitzoeken hoe het dan allemaal gaat en zo. Dus nou prima. Toen belde ze later terug. Toen hoorde ik Lente al op de achtergrond. Maar Lente denkt altijd dat ze mij kan zien als wij bellen. Dus Natalie zei, nee maar je kan tante nu niet zien. En, dus ik zei, tante kan je wel horen. Toen hoorde ik haar al zeggen, tante mij horen. Dus het is wel schattig, ze gaat steeds beter praten. Maar dat hebben we ook al geregeld. De kaarten die zijn, dus nu hebben we al besteld. En dan gaan we van de week eventjes kijken hoe we dan precies moeten reizen. Of we de lange of de korte route moeten nemen. Want het was allemaal een beetje onzeker.
Maar goed, ik heb gisteravond Helpen Mannes Klussen gekeken. Was op zich ook wel weer leuk, maar deze man die had werkelijk waar niks te vertellen. Want dus zijn vrouw had wel echt de broek aan in huis. Ik snapte ook eigenlijk niet waarom ze een beetje zenuwachtig was om haar man te confronteren. Want hij had toch niks te zeggen. Hij werkte ook heel gedeesd mee en hij kon uiteindelijk best wel klussen. Alleen ik snap soms gewoon niet dat mensen dan toch voor een klushuis kiezen. Deze mensen hadden ook niet heel veel budget om te klussen. Dus hun idee was om een kamer, een bed en breakfast kamer te organiseren en die dan te verhuren. En van het geld daarvan weer dingen op te knappen in huis. Maar de kinderen hadden dus geen eigen slaapkamer. Dus uiteindelijk is het allemaal wel heel mooi geworden. Ik heb een video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik weer met You verder gegaan. Maar daar heb ik dus nu de laatste aflevering van gehad. En nou moet ik wachten tot 9 maart tot ze het tweede deel van dit seizoen online komt. Maar nu eindigt het natuurlijk super spannend. En daarna heb ik Dr. Tienis gekeken. En dat was het ook. Ik heb alleen wel onwijs last van mijn nek, want ik heb verkeerd gelegen. Ik ga zometeen even stofzuigen en een video opnemen. Even zorgen dat de dingetjes gebeuren die gebeuren moeten. Dus ja. Dat is even de planning. Ik heb alles klaar wat ik klaar wilde hebben. De video is opgenomen. Ik heb eventjes lekker aan mijn diamond painting gewerkt. Dat ging wel goed. Ik heb het nu wel een beetje fris. Maar ik merk ook dat de verwarming s'avonds niet echt aanspringt. Omdat het dus best wel op zich een prima temperatuur is hier. Het is 17,5 graden. Ja, en als je hem ook maar op 18 zet, gaat hij natuurlijk ook gewoon amper aan. Dus ja, s'avonds is gewoon het kleedje van mijn grote vriend. Maar op zich was het wel een lekker middagje zo. De katten hebben net lekker gegeten, dus dat is ook prima. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het natuurlijk weer tijd voor Married at First Sight. Daar heb ik wel weer zin in. Ben wel benieuwd hoe dat weer verder afstoomt. Dus altijd wel leuk. Ik ga de vlog in elkaar zetten. Ik ga eventjes mijn foto's bewerken. En daarna ga ik een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik heb echt werkelijk waar nog geen idee wat ik wil gaan kijken. Dus dat wordt gewoon weer eventjes zoeken. Ja, wat ik zei, het is gewoon jammer dat You in twee delen komt. En daarna ga ik Dr. Tienis kijken, dus dat wordt het ook gewoon. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, en als je die aanklikt, krijg je die melding zodra ik een nieuwe video heb opgenomen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!